van Zierzee. Vandaag de dag, 20 april 1840, is een bijzondere dag voor de schipvaart. Voor de handel en voor onze prachtige stad Zierzee. De zojuist te water gelaten schuit gedoopt Marie-Julie zal uitvaren naar Batavia. Wij danken de heer Serreus natuurlijk. Serreus hartelijk dat hij de bouw van de Marie-Julie mogelijk gemaakt heeft. Ik vraag u daarom met mij een drieweg hoera aan te heffen. Hoera! 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 Nu kunnen we eindelijk dat pand aan de haven kopen. Een fortuinlijk leven leiden. Geduld, lieve. We zullen eerst moeten afwachten hoe de reis verloopt en waar de kapitein mee terugkomt. Hoezo waar de kapitein mee terugkomt? Heb je hem geen opdracht gegeven dan? Je laat toch die boel niet uitvaren zonder duidelijke orders? Je weet hoe ik verlang naar een rijker leven. En bovendien heb je me beloofd om zodra... Ik weet wat ik beloofd heb. En wat ik beloofd heb zal ik nakomen ook geduld. Laat dat nu maar aan ons mannen over. Bedenk dat jij nu de man bent. De man? De man? Hij is een jongen. Hij is 2 jaar jonger als mij. Dan ik. Als mij. Ik ben de oudste. Dat bedoel ik niet. Je kan niet praten. Jij kan niet rekenen. Jullie moeten je mond houden. Jij moet voor het gezin zorgen. Je neemt de plek van je vader in en brengt nu het geld binnen. Jongen, je bocht maar dat je op zo'n mooie schuit mag gaan werken. Ik ga mijn best doen, moeder. Al ben ik lang van huis. Je weet waar ik het voor doe. Ik jou ook, joh. Marie, ik hou een oogje in het zeil, hoor. Hé, Maarten? En pas op, handjes thuis als we in de haven zijn. En pas op als je overboord gaat. Want de haaien vreten ze op, voor je uit het water raakt. En hou jij maar een oogje op hem, Maarten. Met zijn praatjes. Ja. Hé, en laat die fles maar thuis, voordat je zelf naar de haaien gaat. Oh, wat zou ik graag met ze mee willen. Ver, over zee. Mee willen? Je wordt al zeeziek als je de was doet. Weet je wel wat zo'n meid als jou op zo'n schip te wachten staat een jaar lang met al die mannen? Wees blij dat je hier mag blijven. Oeh, ben ik ook nog op tijd voor de doop? Ik heb zoveel vis schoon moeten maken. En er was er weer niemand om weg te brengen, dus dat moest ik ook nog eens doen. Dus ben ik op tijd? Hij is al gedoopt. Je bent net op tijd om hem uit te zien varen. Al gedoopt? Oh! En daar had ik me nou zo op verheugd. Met die nieuwe werf hier, Aagje, zal er wel vaker schip te water worden gelaten. Dus wees maar niet bang. Anders ga je toch lekker verheugen op de doop voor je kleinzoon aanstaande week. Oh ja. Wij vrouwen blijven op de kaai. En kijken hoe de reis begint. We vrienden is een afscheid nemen. Zierikzeese mannen keerden ook weer terug. En zo keerden zij na 8 lange maanden weer behouden terug naar Zierikzee.
En bij zo'n behouden terugvaart was het de gewoonte dat de kanonnen aan de haven werden afgevuurd, zodat iedereen dit zou weten. Dan valt er die dikke toren met angst voor ons wachten naar jou. Eindelijk naar al die haven, terug bij mijn vriendin en vrouw. Hey ho, wat lang gezakt, en hey ho, te haven in. Maar niet jullie van je verlaten, ruil je in voor Zierikzee. Dat is hier, dat is wel wennen, ik zie geen haap meer in de boom. En het geluid van al die meeuwen doet mij beseffen, het is geen droom. Hey ho, laat anker zakken, hey ho, tja naar beneden. Maar niet jullie van je verlaten, maar je in voor Zierikzee. Zoveel havens in gevaren, zoveel nooit erin te zien. Zoveel vaak te veel gedronken, ik wil de zee nu niet meer zien. Hey ho, laat anker zakken, hey ho, tja naar beneden. Oh, ik heb je zo gemist. Echt? Ja? Heb je een aapje voor me meegenomen? Nee, dat mocht niet van de kapitein. Maar ik heb wel wat anders voor je meegenomen. Ik hoop dat je het mooi vindt. Ik moet het even zoeken, maar... Vind je het mooi? Ja. Je hebt toch wel goed op Maarten gepast? Ja, die werd ziek toen we langs de golf van Biscayen voeren en hij werd niet meer beter. Was een goede jongen, had een goede matroos kunnen zijn. Waar is Maarten? De reis is voorspoedig verlopen. De vracht is goed aangekomen en ook op de terugreis is veel lading meegekomen. Ik ben zo blij dat de reis goed verlopen is. En wat denk je? Kunnen we nu wel... Oh ja, ik denk dat we de vracht goed kunnen verkopen. Prachtige vruchten hebben ze meegenomen. Specerijen, mooie stoffen. Ja, maar kunnen we nu eindelijk dat pand aan de haven kopen zoals je me beloofd hebt? Ja, toch? Ja, ik denk dat dat zeker het geval zal zijn, omdat het schip binnenkort weer een nieuwe reis gaat maken. Ik wist het! Je bent een man aan mijn hart, Charles. Moet ze plassen. Plassen? Zo gaf het water veel hier in Zierikzee. Zo nam het water ook veel. En die tegenstelling van geven en van nemen, die was niet nieuw. Al eeuwenlang had het de bewoners bezig gehad. Maar mensen zien altijd kansen. Hoe groot de dreiging ook is, was. De zeevaart in Zierikzee is niet meer zoals we net gezien hebben. Maar gelukkig staat de stad zijn commercie weer voorop, zodat we een blijvende herinnering aan die tijd overhouden. Dat de zee geeft en neemt, blijkt ook uit het volgende stuk dat we gaan bezoeken. En ik wil u vragen om met mij mee te lopen. De weledelgeboren graaf van Hohenlohe in het kantoor van de dijkgraaf van Orizant op 1 oktober 1602 in het openbaar diverse kavels land op het nieuwe land van Orizant zullen worden verpacht aan de meest biedende. Hoort, zegt het voort. Hoort, zegt het voort. Ah, dat had ik al lang gehoord. Van Cornelis van de Smit, dat ze het land op Orizant gaan verkopen. Ze zoeken mensen die er willen gaan wonen en werken. Simon en ik hebben op een stuk grond geboden. We gaan er zo snel mogelijk naartoe. Wat moet je daar nou weer gaan doen op dat stuk modder? Ja, een nieuw leven opbouwen natuurlijk. Maar geen zin. Daar lopen alleen maar schapen en een paar herders. En verder is het allemaal water. Wat heeft een mens daar nou weer te zoeken? Ze gaan de dijk omheen leggen en het schijnt hele vruchtbare grond te zijn. Volop nieuwe kansen dus.
Nou, mij niet gezien hoor. Ik blijf in Zierikzee. Ik ga voor geen goud die Oosterschelde over. Nee, maar jij hebt makkelijk praten. Jouw Arie heeft nog volop werk. Terwijl wij creperen hier. Je bent toch niet van plan daar echt naartoe te gaan? Ja, maar wat moet ik dan anders? Mijn kinderen laten verhongeren? Zo kan het toch niet langer? Nee, ze laten verzuipen daar. Meid, wat haal jij in je hoofd? Zo raakten de mensen in het jaar 1602 op de hoogte van de landaanwinning in de Oosterschelde. Dit land was het eiland Orizant. Een eiland dat meer dan eens overstroomd werd door het water. En met een nieuwe plan om Orizant te gaan bedijken, ging men de strijd met het water aan. Op de verkregen stukken grond vestigden zich eenvoudige, maar hardwerkende mensen. Klaar om een nieuw bestaan op te bouwen. In die tijd kon u je Orizant zien liggen vanuit Zierikzee. Ik neem u mee naar Orizant. Hé. Hey. Kap. 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 Kom. Wat? Kap. Kap. Het schoor wordt al droger. Ze hebben bijna alle kreken afgedamd. Er groeit haast geen gras meer voor de schapen. Ik weet wat dat betekent. We zullen weer weg moeten. Verjaagd van onze grond. Je ziet de dijken groeien. Elke dag zijn ze aan het werk. Ze slaan ook op palen in het schoor. Het zal niet lang meer duren voor ze komen. Al die vreemde mensen. Zou een oude lek kunnen gaan? Aan de andere kant van Orizant. Met water is daar zo dichtbij. Maar daar groeit wel genoeg gras voor de kudde. Hup, kap. Kap. Hup. Kap. Ben ik weer. Hey. Hoe was het vandaag? Zijn de mensen al aangekomen? Ja, ze zijn aangekomen. Ja, en de vrouw en de kinderen, zijn die er ook al bij? Ja. En ik heb antwoord van de dominee. Ja. Hij schrijft dat hij het een goed besluit vindt dat wij gaan trouwen. Ja, zeker nu ik schout geworden ben. Hij laat zich over 2 weken hierheen roeien, vanuit Koningsplaat. Nou, wat vind je ervan? Ik hou toch wel van je, getrouwd of niet. Je bent een goed man, Hans. Ook voor de kinderen. Maar houden we dan nog wel een feest? Ja, natuurlijk doen we dat, hier in de herberg. Goedenavond, ik dacht ik ga nog even langs de herberg. Ah, goed. Het was mijn dagje wel, zeg. Schout. Het ging gelukkig goed, hè? De nieuwe partners die waren bijzonder tevreden over de stukken land die we uitgezet hebben. Ah. Ja, ze moeten alleen nog gaan bouwen. Ze willen eerst hutten neerzetten. En als ze dan wat verdiend hebben, zo zeiden ze... Dan komen we de stenen huizen. Dag moeder, ik ben thuis. Hé. Hey. We hebben er goed aan gedaan ze allemaal te spreken. Dan hebben ze ons gezien en dan weten ze wat ze moeten weten. En ze waren vol goede moed. Eentje had het er zelfs al over om de pacht af te dragen komend jaar. Zo. Ja, daar zal de redmeester tevreden over kunnen zijn. Nou, dat weet ik wel zeker. Vooral nou ze vee laten grazen. Je moet trouwens die Brabantse dijkwerkers van je wel in de gaten houden. Ik kreeg van de week een klacht over ze. Ze hadden bij Neeltje Jans dochter zoetwaren gekocht. En smeer tegen de muggen. Maar ze wilden de 4 stuivers niet betalen. En ze hadden die oude Klaas zo bang gemaakt dat hij helemaal overstuur door de voorstraat liep. En ze zitten toch aan de zuidkant van Orizant deze week? Zuid? Ja, ze zitten aan de zuidkant, dat klopt. Het zijn ruige gasten. Maar ja, het zijn harde werkers en de dijk moet nog goed dicht begroeid raken voor de winter. Maar ik zal die voorman er nog eens op aanspreken, want dat kan echt niet. Dat bedoel ik. Precies. Heb je trouwens nog gehoord wanneer de redmeester komt? Die komt niet van volgend jaar, als de oogst klaar is om de pacht in. Hij schreef dat hij eerst nog naar Den Haag moest om verslag uit te brengen over de situatie hier. En ze willen natuurlijk geld zien, alles wat het hier al gekost heeft. Die hoge heren die hebben alleen maar over geld. Sommigen hebben nog nooit zee gezien. Laat staan vuile handen. En van een dijk weten ze helemaal geen malle moer. Maar ja, zo is het nou helemaal, het is niet anders. Ja, ik stap toch maar weer eens op, want het is morgen nog een lange dag, weet je. Goed hoor. Dan heb ik nog goed nieuws. Wat dan? Wij gaan trouwen. Zo.
Is dat zo, Schout? Nou, mijn geluk wensen en hele goede nacht samen. Goed. Wat is daarop uw antwoord, Hans van Damme? Ja, met heel mijn hart, ja. En wat is daarop uw antwoord, Maartje Geert-Jans dochter? Ja. Wat God verbindt, zal geen mens ooit scheiden. Amen. Amen. Gefeliciteerd. Beste Schout Hans van Damme en Maaike Geert-Jans dochter. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk hier op Horizont. Waar jij Hans je zo voor inzet. En waar wij allemaal hier proberen er het beste van te maken. Hoe moeilijk en hoe zwaar dat soms is, mannen. En je weet wat ik altijd tegen je zeg, hè? Wind en tij zijn de vloek van ons bestaan. En wat zeg jij dan? We leven er ook van. Op precies. Het... Nou, zullen we daar deze keer maar op drinken, mannen? Proost! En veel geluk samen, hè? Proost! Hoera! Hoera! Hey! Gek eens wat in! En ik zin in zo'n bakje. Tja. Kun je het missen? Jongen, moet je zelf betalen. Ja, schenk Klaas ook maar wat in! Het was een zware dag vandaag. Ik kan geen groep meer zien. Ja, die Klaas die kon het niet droog houden. Wat ging er nou alweer over? Ik vond het anders helemaal niet op de grond te lachen hoor. Absoluut niet. Dat zijn geen grappen. Hé, hey, wat is er gebeurd dan? Hij is in de put gevallen. In de put gevallen? Hij heeft me erin geduwd. Dat was... Schout! Je moet op hem letten hoor. Het is een gevaarlijke man op het werk. Absoluut. We moeten wel een beetje oppassen, mannen. We kunnen niemand missen hier. Er is nog een hoop werk te doen voor de winter. Ja. Niet waar, hoort? Want je zegt, die dijk die ligt er wel, maar er zijn nog een paar zorgelijke stukken waar we de komende weken behoorlijk hard aan moeten werken. Maar ja, gelukkig hebben we hier de beschikking over sterke mannen die van aanpakken weten, niet? Laten we hopen dat we vannacht in ons bed kunnen blijven. Ik kan mijn slaap echt wel gebruiken. Ja, dat zal deze maand wel meevallen, weet je dat? Je weet het nooit met water, hè? Of heb jij daar een ander idee van, Schout? Ik heb er wel vertrouwen in dat het voorlopig rustig blijft. De wind staat nog steeds gunstig. Ik verwacht trouwens van de week nog een schip met stro en hout uit Koningsplaat. En weet je dat wij dat heel erg hard nodig hebben? Dat moet op die zwakke plek en dan pas kan de klei op. Ja, dan houdt het best als het stormt. Maar dat strooshouwer, dat zie ik zelf wel zitten. Dat is veel lekker als de klei steken. Ja, hij wil. Ja. Met je poten in de klei om palen te slaan, dat is pas zwaar werk. Ik hoop dat er nog wat hout overblijft. Dan kunnen we misschien ons huis afbouwen. Zeker, nu mevrouw binnenkort moet bevallen. Ja. Van de zesde. Ja, het is nou wel vruchtbare grond op horizonten.
Nee. Na deze feestelijke dag ging het gewone leven weer door. En het bleef hard werk op Oerichem. Voor de boeren, de pachters en de arbeiders. En altijd weer was daar de dreiging van het water. Krijn! Opstaan! Er is werk voor je! Opstaan, Krijn! Jij komt er nog wat van! Wat doet erop, meneer Van Oort? Krijn, je moet alle mannen met een schop waarschuwen. Ik wil iedereen om 4 uur bij de haven hebben. De wind staat pal op de kaai en er zitten een paar zorgelijke en zwakke plekken. En ik wil ook dat je langs de pachters gaat en vraagt dan aan Immers of die een kar stuurt. 4 uur, alle mannen en de pachters. Jan, je nest uit! Er is dijkwacht, opdracht van de dijkgraaf. En de haven komen in de schot mee brengen. Baas, je nest uit. Er is dijkwacht, opdracht van de dijkgraaf. Ja, naar de haven komen en de schot mee brengen. En opschieten. Het water loopt helemaal niet weg. En het dreigt een grote vloedschout. Het is... Ik heb kleine pachters laten waarschuwen. Ik weet het sinds vanmorgen, toen was de wind al gedraaid en hij wordt steeds sterker. Ja, en Job Eijman zei het ook al. De zeehonden zijn van de plaat en er zit geen meeuw meer in de lucht. Het gaat er echt van, het gaat er echt om spannen. Ik hoop dat we het redden gewoon. Om 4 uur zijn we allemaal bij de haven. De mannen met de schop en met de kar. Ik heb nog wat hout liggen. Dat zal ik meenemen. Geertje kan helpen. Ik ga nog even naar de Noorddijk. Mijn gitaar halen. Ja, en oppassen. Schetje niet te jong voor zo'n werk. Maar ik wil mee, vader, met de mannen. Ik ben heus niet banger, moeder. We kunnen iedereen helpen. Iedereen moet helpen. We kunnen iedereen opgebruiken. Roots is een goede dijkgraaf. Je weet precies wat hij moet doen. Ze zeggen wie niet wil dijken moet dijken. Maar zo'n man is er niet. Hij staat met zijn poot in het water. Dus Schetje gaat gewoon mee. Maar zul je dan wel goed op hem letten, Hans? Beloof je het me? Natuurlijk doe ik dat. Pak jij nou maar wat extra kleren voor hem en geef hem ook wat eten mee. Altijd blijven bellen namen, ik haat haar bovendien. Altijd meer om te vrienden, ik kan de zee soms niet meer zien. Ik kan de zee soms niet meer zien. Aan mijn einde kijk naar vallen, ook in groeten dag en nacht. Lieve God, laat ons verhalen, heeft u het aan ons gedacht? Heeft u het aan ons gedacht? Wij willen hier niet onderlopen, leven ligt op deze plek. Straks dan gaan wij met z'n allen, hij voorop naar Warendrecht. Hij voorop naar Warendrecht. Wanneer is de zegenade voor ons die vroeteren dag en nacht? Lieve God, sla je ons wel vader, heeft u echt aan ons gedacht? Heeft u echt aan ons gedacht? Legertje van dijksoldaten, iedereen gaat met ons mee. Elke hand is er toch eentje in de strijd tegen de zee. In de strijd tegen de zee. Pak je schop en volg ons mannen, wij houden op de dijken wacht. Willen maar en heel hard werken, dat het lukt ook deze dag. Dat het lukt ook deze dag. Ja, we nemen rust. Die nacht hadden ze het gered. En dat was op aanraden van de dijkgraaf. Maar het was levensgevaarlijk. Later dat jaar waren er nog wat kleine overstromingen en verzakkingen. Maar toen, die ene keer, nog midden in de nacht, stak er een enorme oostenwind op die het water hard en hoog tegen de dijken deed staan.
De eenvoudige dijken van Orizant waren niet bestand tegen dit natuurgeweld. En de harde wind en de hoge golven, die zorgden ervoor dat de dijk het begaf. Met een zucht in elkaar zakte. Dijkval was het geweest. En niet zo'n kleintje ook, de hele Zuidijk was weg. En zo kon men, hier op Orizant, weer van vooraf aan beginnen. Het land moest opnieuw droog gemaakt worden. En verder landinwaarts moesten er nieuwe dijken aangelegd worden. Op de ondergelopen stukken grond wilde door het zoute water maar moeilijk iets nieuws groeien. En het bracht weinig op. De eigenaren in Holland wachten hierdoor tevergeefs op de opbrengst van de pacht. Er werd niets verdiend, maar er moest opnieuw geïnvesteerd worden. Want zonder de aanleg van nieuwe dijken en het onderhoud ervan wilde geen mens hier zijn bedrijf uitoefenen. En alsof het eiland en haar bewoners nog niet genoeg geleden had, brak ook de pest nog eens uit. De schout had uit voorzorg alle honden en katten dood laten slaan. Maar zelfs dit en het branden van de teerpotten had niet geholpen tegen de besmetting. Alles was tevergeefs en veel mensen hadden het niet overleefd. Zo had de dood ook in het gezin van Van Damme, hun jongste kind, Anneke, niet in leven gelaten. En veel van de pachters waren al vertrokken met hun gezinnen. Waar zijn nou je mensen schuit? Ik heb pas geen man gezien sinds ik overgevaren ben. Dood. Dood? Allemaal door die vervloekte pest. Alleen verder op de hoeve leven nog een paar arbeiders die voor de beesten zorgen. De meeste pachters zijn er vandoor. Maar die komen vast terug, hoor. Ik zag wel nog een paar mensen met schapen op de dijk. Ja, herders. Die wonen aan de zeekant, buiten de dijk. Ja. Daar is de pest niet geweest. De zee zuivert van eigers. Alle herders leven nog. Maar hier achter de dijk? Het lijkt me een kwaad bestaan hier, schout. Ja. Het leven vraagt hier veel. Nou, dan heb ik toch nog een goede boodschap voor jullie. De pacht die is jullie kwijtgescholden voor dit jaar. Met zoveel dooien, wie moet er nu het land bewerken? Nou, wat denk je, schout? Zullen jullie volgend jaar de pacht wel weer kunnen afdragen? God alleen weet het. Als de pachters weer terugkeren en is genoeg volk, dan kunnen we misschien na de winter wel weer tarwe zaaien. En de zee? De zee. De zee dreigt altijd. Soms heb ik het gevoel dat we hier met z'n allen in de val zitten. We zullen er maar het beste van hopen. Ik heb nog wat brieven voor de dijkgraaf en u blijft mij op de hoogte houden, mag ik aannemen? Ik zal u mijn verslag sturen. Prima. Goud! Schout! Simon is er hier, ik zei geweest, hij heeft brood gekocht. Kan toch niet? Is dat zo, Simon? Ja, schout, maar je weet dat ik geen dief ben. We hebben helemaal niets meer te eten. Schout, onze kinderen verhongeren. Je weet toch dat je hier je brood moet kopen? Ja, maar de bakker heeft niets meer. Er is geen graan meer. Alles is op. Ja, en is hier, ik zei wel, mijn broer. En die is wel bakker. Ja. Ik ben het goed gemaakt met je. Dat brood, dat mag je houden. Ja. Maar als je de oogst van je akker betaald hebt gekregen, betaal je 10 schellingen boete, begrepen? 10 schellingen? Zeggen dat daarin is nog graan, hè? Ja. Maar dat hij dat achteruit om de prijs op te drijven. Ja. En we hebben Stikkie Wildermoord van de honger. Dat moet toch niet kunnen? Ik weet het, Krijn. Ik ben van de week nog bij hem langs geweest. En ik ga er vanmiddag weer heen. En ik beloof jullie dat ik dit keer niet met lege handen terugkom. Jullie gaan met me mee. Pak de kar. Je scheidt de broeken. En jij? Kom jij mijn graan weghalen? Je eigen arbeiders zitten zonder eten. Moeten wij eens ons verhongeren? Ik glas je het graan op de wagen te laden, bevel van de rentmeester. Ja, ik blijf met je poten van mijn graan af. Ja, met dat gezag achter je rug kun je wel. Sterretje lamlendelingen. Kan het je wormen niks nutten. Opvreters! Ik vervloek je, Schout Hans van Damme!
eten weer brood, dat beloof ik jullie. Ja. Morgen is er weer brood. Maar voor hoe lang nog? Alles loopt hier terug. We kunnen de dijken niet meer onderhouden. Niemand verdient er iets met die slechte grond en steeds meer overstromingen. Ook in de herberg komt niemand meer. Geen kruik bier verkopen we nog. Er is geen geld. Wees blij dat er morgen weer brood is voor de kinderen. We houden het niet droog hier. En ik verdien niks om jullie te onderhouden. De klerk heeft gezegd dat de pachters zijn vrijgesteld van de pacht. Ja, dat is mooi voor hun, maar er zit wel mijn loon in. Maar ik vang toch vis en mosselen met Geertje? Ja, en we kunnen ook nog het schaap slachten. Volgend jaar wordt alles beter. Nee, lieve Maaike. Ik loop er al zo lang over te denken. Ja, waar zijn de nieuwe pachters gebleven? En de arbeiders? Ook die verdienen niks. Wat staat er niet leeg op het eiland? Veel akkers liggen braak. En steeds meer het water dat komt, we winnen het er niet van, vrouw. Ja, maar dit is ons eiland. Dit is ons leven. We hebben het al zo lang volgehouden. Te lang. Ik kan jullie dit niet langer aandoen. We gaan terug naar Schouwen. Eén winter zijn ze nog gebleven. En toen schreef Hans van Damme, de eerste schout van Orizant, aan Pieter Bouwens en de Raad in Codex Plaat. Met die storm moet je alles goed opbergen tegenwoordig. Al vaker heb ik u mededelingen gedaan over de toestand op het eiland hier. En het bedroeft mij u te moeten melden dat ik mijn ambt als schout neerleg. De gebrekkige inkomsten zijn onvoldoende om te overleven. We zijn met te weinigen om de waterkering in stand te houden. Slechts enkele gezinnen nog weerstaan die diepe armoede, honger en ellende. De grote steriliteit van de grond dwingen mij om Orizant te verlaten. 3 gezinnen waren er nog en dat was inclusief de Van Dammes. En zelfs de koppige Immert, die zijn land en graan nooit wilde delen, die was vertrokken. Zo gingen ze allemaal, net als dat ze gekomen waren. Net als 7 jaar geleden, terug met de boot naar Schouwen. Hoe ging het verder met Orizant? Nu in 2013 is het er niet meer, en dat is al best lang zo. Maar zelfs nadat Schout Hans van Damme met zijn gezin is weggetrokken, zijn er nog veel pogingen gedaan om te proberen om Orizant te behouden. Van het was te gevaarlijk met al die branden. Maar dat is
Ik ben benieuwd hoe ze zullen reageren als ze horen dat ze de komende tijd heel veel gelaten. Nu die zouden ze even verkaapt zijn. Maar dat houdt het, hoort er nu eenmaal bij. En ze krijgen de stuivers extra voor. Hé, doorwerken. De bovenval niks te zien hoor. Ze dachten mee, wat eigenlijk. Ja joh, lachen jullie maar. Maar mooi dat het weer om gaat slaan. Er komt straks regen en niet zo'n klein beetje ook. We hebben nog nooit zo'n natte maand gehad. Zo is dat. En ik denk dat ik al een koudje heb gevangen. Ik hoest de longen uit mijn lijf. En jij, Guur? Aan haar moet ik vragen. Die zit ergens anders met de gedachten. Hé, hey, Guur? Denken jullie nou maar gewoon door? Dan zijn we op tijd klaar voor vandaag. Ja, voor vandaag zijn we dan klaar. Ja, en morgen moeten we weer. En overmorgen ook. En zo gaat het altijd maar door. Luister mensen, vanaf maandag moet er worden overgewerkt. Er zijn 2 zoutschepen gekaapt en er moet een nieuwe lading zout naar Engeland verscheept worden. Natuurlijk krijgen jullie daar 8 stuivers extra voor. Dat kan ook nog wel bij. Dus dan werken we s'avonds ook nog langer? Nou, ik kan dat goed gebruiken hoor. Nou, ik kan me dat voorstellen, Dirk. Het moet voor jou en je gezin niet meevallen aan die brand. Nee, ja, dit is wat je zegt, maar ik bedoel, ik weet ook niet allemaal dat moet... Dan is goed luisteren. Het is een hard bestaan. Maar we kunnen er toch niks aan veranderen? Ja, het is maar wat. Ja, en die rimmetiek, met al die nattigheid, dat gaat er ook niet op vooruit. Ik denk nog wat groter. Wat ja, wat was dat ook alweer? Even denken hoor. Stroopvet met vlierbes. Stroopvet met vlierbes? Die kan je. En dan hier? Ja, goed dik, lekker een mooie. En dan kunnen jullie eens één keer lachen om een blauwe kuiten. Oh nee, ik zou hem toch gewoon een keer. Want het was vannacht donker. Maar
gaten houden, hè? Ja, meester. Hoi Dirk, heb jij dat al gehoord van vannacht van... Want ik had vannacht... Dirk? Hé, Dirk, wat ga je doen? Dat zal toch niet? Ja, wat zal toch niet? Nou, dat Dirk was die die zout gepikt heeft. Waarom gaat hij er anders vandoor? Ja hoor, Dirk. Ja. Zout gepikt. Hé, hou. Stap erom. Wees. Ik spreek dan net Dirk. Zou dat waar kunnen zijn? Hij had natuurlijk geld nodig na die brand. Daar wist ik niks van af van die lening. Ik ga naar mijn vader toe. Klopt het, vader, dat er nu een lening in vraag? Nu wil die even. Nee, het is een dief. Nu weet ik direct waarom al het zout verdwenen is. Niks geen lekkende ketel. U weet toch wat er met haar Mrs. Burger met zich verdedigt? Dat zijn jouw zaken niet, Gijsbert. Dat zijn ze wel. Je hebt zelf al gezegd dat je andere mensen geen gebrek wil laten leiden. Maar dat geeft hem nog niet het recht om het zout te steken. Ja, wat zou u doen als u niets verhaalt? Daar gaat het nu niet over! Daar gaat het wel over. Je kan niet het ene zeggen als het andere doen. Ik heb hem gezegd, ga maar naar je familie in Haamstede. Ga maar aan je broer vragen. Ik kan hem toch ook niet helpen? Oh. Ja. Wist ik niet. Dat had hij moeten zeggen. Ik heb toch onze werk gevraagd. Wat gaat er nu met hem doen? Tja, als jij nou naar Turfsteekster Guurtje gaat en vraagt waar haar broer zou kunnen zijn, dan ga je naar hem toe en dan zeg je dat hij morgen gewoon kan komen. Dan zal ik wel verder met hem praten. Dank u, vader. Weet jij waar ik je broer kan vinden? Kan je hem aangeven bij de schoot? Nee, ik ga zeggen dat hij morgen gewoon kan komen werken. Vader zal even ernstig met hem praten. Zout van je lippen, het smaakt zo honingzoet. Voel nu wat die kus van jou van binnen met me doet. Wil dat nog wel eens proberen, samen met z'n twee. Zonder al die andere ogen, wel hier in Zierikzee. Zonder al die andere ogen, wel hier in Zierikzee. Zout laat niks verrotten, in zout blijft alles goed. Je handelt en verdient erin, vertel op je gemoed. Vrede kan je handen, je huid en
even meedelen dat het goed is afgelopen. Gijsbert werd kedeling en 1 jaar later zijn ze getrouwd met toestemming van wederzijdse ouders. En kregen zelfs 6 gezonde kinderen. Met de zoutwinning liep het iets minder goed af daarentegen. Deze vorm van nijverheid is nadien geheel verdwenen. Maar er zijn nog delen van Zierikzee die ons herinneren aan deze tijd. Zoals de Zoutkeetstraat hier achterop. En die dankt zijn naam aan het feit dat bij het bouwen van het gebouw achter mij zo de resten gestuit zijn van de zoutwinning. Dus die heeft daadwerkelijk. Net als ze lachen, gaat meneer Sommer. Help! Ja, je bent er van beven, hè? Blijf roepen! Help! Kan je het zien bij het huis van de bakker? Niks, niemand. Volgens mij zie ik wat bewegen. Daar! Help! Help! Waar? Daarachter, net voorbij de... Wat zag je dan? Weet je het zeker? Het is zo koud. Ik heb honger, we moeten echt eten. Wat is er nog over? Een stuk brood, verder niks. We moeten weg, we moeten gaan zwemmen. Misschien kunnen we bij de boerderij van voor praat komen. Die ligt hoger, er is misschien nog eten. Hoe moeten we daar komen? Het water is ijskoud, we kunnen niet gaan zwemmen. En wie blijft er bij Thea? Thea, blijf wakker. Het is zo koud. We moeten iets doen, ik moet het gewoon proberen. Ik ga hem helpen. Let jij op je zusje. Ik kom terug. Er springt toch niet water in, hè? Dat zou niet waar wezen. Dat meen je toch niet? Ja, oh, arme vrouw. Wie wil die rol? Niemand. Sorry hoor. Nou, ja. Ik ga er niet in, dit is veel te koud. Ja, kom op, doorspelen. Sorry hoor, het is te... Nee, ik vertik het. Het water is gewoon te koud. Wat nou te koud? Een mekkenen op de Noordpool? Nee, het is ook te koud. Ik heb ook geen wind bij de opname van de Titanic, die had het koud. Het is gedomme hartje zomer. Je zou toch zo een zwembad in springen? Kate Winslet brengt wel een paar miljoen, dat is heel wat anders. Trouwens, als ik ga zwemmen, draag ik een bikini. En deze kleding in het water is veel te zwaar, levensgevaarlijk, man. Er zitten duikers om je op te vangen. Omdat jij het water nou niet hier hebt, kan die hele teek over. Kom op, jongens, nog een keer. Helemaal. Helemaal? Ja, helemaal. Kunnen we hier niet iets van gebruiken in de montage? Ik sterf letterlijk van honger. Ik wil eerst nog iets eten. Kan iemand me even afhalen? Weet je nou dat er in 53 iemand in een bootje langs kwam om jou er vanaf te halen? Hé, hey, mensen, we hebben hier nog maar 20 minuten. Dus die thee, deze scène moet in één keer op. Misschien nou denk ik op, jongens. Dat hebben jullie niet gehoord, hè? Dat gaat nooit lukken, hoor. Oké, we moeten ook voor het donker nog die scène met de Juliana schieten. Als we daar naartoe komen, Guus. Of kan iemand ons misschien hier een broodje komen brengen? Ja, wat denk je nou? Zeg, gebruik het maar die honger als inspiratie voor je spel. Zie het maar als een cadeautje. Ja, en ik heb te maken met een budget en een schema, 20 minuten. Ja, dat wil ik al wel eens zien. Ik kan zomaar werken, ik doe niet. Hij gaat er weer even mee zitten, jongens. Hij heeft weer zo'n ja. En jongens, nou, die zijn de treuzen al tegen en maak je klaar, hè? Ik wil heel eventjes aangeven dat ik hier dus helemaal geen zin in heb. Als je wat speel die scène gewoon en spring het water in. En staat mijn ingevoegman klaar om je op te vangen als het misgaat. Ja, dat was toen wel even anders. Wat zei je het laatste? Duidelijk trouwens even nog eens. Dat toen wel even anders was. Ja. Precies. En ik wil nou lekker de drama vriend, de smullen de mensen van. Jij ziet zo je moeder verdrinken, groot verdriet en dan neem je zus in de armen. Waar zijn die je duikers nou weer inmiddels? Hiero! Hey, je zit onder de schot, schaduw eens uit met zeuren en knallen met die handen nou. Kom op! Dit is zo onwaarschijnlijk. Breng me naar die man, daar kan ik hem wel voor zeggen. Ja, oma, het is maar een film. Het is maar een film, Ik heb ik op gedacht dat het afschuwelijk was. Mijn moeder heeft de hele nacht bij me gezeten. Die heeft me vastgehouden in die kou. Ja, we betalen mensen dik voor de cijfers. Dat andere mensen hebben. Dat kan me niks schelen. Ja, dan moet je jezelf beter. Ik vind het wel heel om op te gaan met een verdriet van andere mensen. Dat kan toch niet?
we de opnames niet verder verstoren. Wilt u met mij meelopen? En dan is een... Dat is het voor de dorp, hè? Ik wil u allen hartelijk bedanken dat u deel hebt genomen aan deze reis. Net iets anders is gelopen dan ik had verwacht. De reis is hier helaas ten einde, maar u kunt uw middag altijd nog doorbrengen in een van de vele gezellige restaurantjes die Zierikzee rijk is. U rijdt even door naar het strand om daar te genieten van de zon en van het geluid van de golven en de meeuw, waarin de rust klinkt, maar ook de dreiging die ons altijd zal bezighouden als watermens. Dank u wel. Hij niet meer bij kan zijn. Hij was teruggekomen en hij is in het water gesprongen. Hij is echt gesprongen en hij heeft het gered. Hij was teruggekomen voor mij. We waren pas 19 jaar. Maar hij is teruggekomen en hij heeft het gered. Thank you.
het is een beetje vervelend om te zeggen, maar zo'n productie kost veel geld. Je voelt hem al aankomen. We hebben heel veel mooie sponsors die ons sponsoren en daar zijn we heel dankbaar voor. Maar we kunnen het niet ieder jaar redden zonder de steun van onze vrienden, de vrienden van de Rederijkers. En nu is aan u de vraag, als u net zo genoten heeft als wij, of u vriend van de Rederijkers wil worden. Er liggen ja invulformulieren klaar bij Rob. Mocht u de drang voelen, schrijf u even in. We zullen er heel dankbaar voor zijn. We willen u allen hartelijk bedanken en een fijne reis naar huis. Dank u wel. Bij de scène die hierachter gespeeld werd, het zout, is een SD-kaart gevonden. Dus kijk allemaal even uw camera na of daar wat in zit, ja of nee. Of u iets mist. Ja, kunt u zich bij mij melden.